Oh, wat de hel is dit? Yo, is dit nieuw of zo? Hallo bewoners van de Games, en welkom in deze nieuwe video. Fortnite Save the World, daar zijn we weer. Maar deze keer gaan we met Halloween beginnen. Dit komt even tussendoor, want het is natuurlijk Halloween. En dan kunnen we nu tijdelijke dingetjes doen. 3 pagina's vol met quests zie ik hier zo. Dit wil ik uitspelen. En volgens mij als we dit eerste dingetje al spelen, krijg ik al die heroes of zo? Of krijg ik die pas als ik alles heb uitgespeeld? Ik weet het niet precies. Maar dat gaan we allemaal zo meteen wel zien. Ik zie hier ook nog quests, een hele hoop dingetjes staan ineens. Holy guacamole. En ik kan ook nog eventjes weer natuurlijk een lamatje openen hier zo. En boom. Wat zit hier nou weer vandaag voor leuke loot in? Niet zo heel veel bijzonders. Ik heb gewoon schroeven nodig. Dat is het enige wat ik wil. Schroeven. Nou ja, ik kan misschien nog iets recyclen of zo in mijn backpack. Ja, bijvoorbeeld dat wapen. Kan ik misschien wel recyclen. Laten we dat eens even gaan proberen. Klik ik hier. Batch recycle. En als ik dan hier klik, krijg ik er 2 schroefjes voor. Nou, daar ben ik helemaal tevreden mee. En dan even met mijn kogels kijken. En dan zie ik dat ik niet extreem veel kogels meer heb. Maar dan kijken we in game wel. Laten we gewoon beginnen met de eerste Halloween missie. Ik ben zo benieuwd. Ik heb er zoveel zin in. Oh, die wereld ziet er ook heel anders uit. Oeh, daar zijn we dan. Een hele nieuwe wereld. Het is duister. Oh, ik vind het zo tof. Ziet er meteen een stuk leuker uit. Ik wil eigenlijk even wat meer van deze kogels bijmaken. Er indrukken. En dat was het al. Meer kan ik niet bijmaken. Ray, die vertelt er in ieder geval een hele hoop over wat horror dingetjes zie ik daar zo. En we krijgen zo meteen waarschijnlijk onze opdracht. Wat is dit eigenlijk voor ding? Zit hier loot in? Maar dat is al geopend, denk ik. Hier ligt meestal ook wel lekkere loot. Een soort van schroefjes of zo. Juist, kijk, die dingen heb ik nodig. Oké, wat moeten we gaan doen? Een beetje exploren? Of moeten we ook echt iets gaan doen zo meteen? We gaan het zien. Hé, een zombie. En poef. Oh, hij is nog niet dood. Jawel. En nu komen er nog meer aan. Ik zag hier nog wat lekkere dingen liggen. Explore the marked area. Dus moeten we even wat doorzoeken. We zien rechtsboven natuurlijk weer onze quest. En wat is de gemarkeerde area? Is dat daar met dat i'tje? Ja. Moeten we daarheen? En gaan we daar eens even heel snel heen. Jullie zijn veel sneller, zag ik al. Iemand vloog er echt super snel naartoe. Maar deze wereld, jongens. Dit ziet er heel tof uit. Het lijkt toch gewoon een totaal andere game dan Fortnite Battle Royale. Dat is het eigenlijk ook. Maar het is natuurlijk wel van dezelfde makers. Maar het lijkt echt totaal anders hier zo. Zo'n biome zou echt wel leuk zijn in Battle Royale. Ja, dat lijkt me ook echt super sick. Heb je dit aangezet? Ik weet niet wat dit precies doet, hoor. Nog meer schroeven. Hoe is dat? What the hell? We komen hier voor enge dingen en geluiden vandaan. Oké. Hoe kunnen we dit openen? Slopen denk ik, of niet? Let's go! Oh. Oeh. Een... Hallo? Zo. Dit is tof gemaakt. Wat is dit? Liggen er allemaal loot of zo? Ik heb een loot nodig. Oh, what the hell is dit? Yo! Is dit nieuw of zo? Wat de? Oeh, loot. De volgende is er een andere gemarkeerd. Ja, we moeten nu daar... Oeh, dat ziet er groot uit. Oké, dat is een stukje groter. We hebben dus al 1 spook gezien. Maar ik verwacht dus heel veel meer in het evenement. En ik hoop niet dat... Oh, sorry. Ik hoop niet dat jullie je spoken eng vinden, jongens. Oké, er wordt daar iets heel groot. Een storm. Een hele grote storm. Oké, let's go. We gaan hier naar boven. Ja, heel eng. Maar met, een kasteel. Met kerst verwacht ik ook een hele hoop toffe dingen. Een waggie. Een waggie. Ja, dat is wel een toffe waggie, joh. Oké, ik ga even wat kogels bijmaken voor de zekerheid. Voor het geval dat... Alright. We moeten dus even alles bekijken. Ik ga wel boven kijken. Ik ga wel in de rechtse Oh, what the fuck. Kom kijken. Ik heb een kampvuur. Kom kijken. Wat is er? Ik kom eraan. Kijk naar dat schilderij. Ja, dat zijn zombies. Is toch één? Ja, ik heb een kelder gevonden, jongen. Oh, nice, nice. Hey. En dan. Gisteren kijken, wat zit loot in natuurlijk. Lekkere schroefjes, die heb ik nodig. Hier ook? Nee. Het ziet er wel heel mooi uit hier, hè. Oh, we moeten hier naar beneden. Let's go! Ja, dit is tof. Oh, in het water. Gadverdamme, dat vind ik vies. Dit is wel apart dat we hierin moesten of zo. Of we moesten hier niet eens in. We moeten gewoon een beetje rondkijken. We weten niet eens wat we moeten doen verder. En dan vinden we uiteindelijk wel iets vast en zeker. Ik zie helemaal niks. Ik kan niks vinden. Hey. Check your map. Wat is er op de map? Oh, we moeten naar een nieuw plekje. Helemaal daarheen. Jetro, we moeten een stukje lopen nu. Maar dit komt helemaal goed. Let's go. Kunnen we de auto nemen? Volgens mij niet, of wel? Oké, daar zijn we dan. Gaan we via de trap omhoog? Maakt niet zoveel uit. We gaan hier naar binnen. Even kijken. We zijn bij de laatste locatie. En hier moeten wij onze missie waarschijnlijk afsluiten.
Of misschien moeten wij nog een keer gaan vechten. Oh. Uh-oh. Dit is de meest duistere plek van de kaart. En ik hoor hier een storm, heel dichtbij. De kelder, je wil niet naar de kelder gaan, zeggen ze. Maar we willen wel naar de kelder. Waar is de kelder? Zoek de kelder. Hier is een poort. Dus naar buiten. Hier is de kelder. Oké, ik ga vast hier de kist checken. Oh my god, is dit een zombie? Hallo? Hij kijkt me aan! Oh, hij doet niks. Hij doet niks. Hij keek me aan, hij bewoog zijn hoofd. Ja, dan ben je er ook bijna. Ik ben op komst, ik zat een beetje vast met zombiekes. Oké. Okay. Oh. Maar ik ben er bijna. Een kist. Zo, er zitten veel spullen in. Check your map. Oké, okay. Wow, wat is er allemaal gevonden ineens? Moeten we hier weer naar boven? Wat moeten we nou precies doen? Place all the sensors. Oké, ja, dat dus. En hoppakee. Dan gaan we dat eens even doen. Het wordt in één keer heel paars hier. Dus ik denk dat we deze plek zo ook nog eens moeten gaan verdedigen of zo. Op de een of andere manier. Oké. A, B, C. Wat zijn de sensors? Oh, hier zie ik een sensor. Wat doet dat ding? Sensor A. Nu moeten de sensors gaan verdedigen, denk ik. Oh ja, daar komen ze aan. Maar waar komen ze vandaan? Ik zie daar een rood puntje op de map. Die is heel ver weg. We hebben nu 5 minuten om die sensors te verdedigen. Oké, dit gaat best wel pittig worden misschien of zo? Of niet? Ja, de kans is groot van wel, ja. Oké, ik pak even deze blue glow. Dat het zo uit elkaar verspreid is. En die kogels wil ik ook nog pakken. Kan ik dit halen, die jump? Ik denk het niet. Hoppakee. Oh ja, ik kan het wel halen. Loot, loot, loot. Lekker hoor. En weer terug. Up. Ik zie nog geen zombies. Oh, het begint pas over 3 minuten. Oké, we kunnen nog lekker allemaal verdediging plaatsen. We kunnen muren plaatsen. Oké, het is zover. 8 minuten moeten we dit verdedigen. Daar komen ze. Dit kunnen er best veel zijn. En best wel sterke misschien. Oké. Er zijn er heel veel. Daar op de berg zijn er ook heel op aan het slapen. Als we 1 keer schieten, daar komen ze allemaal tegelijk op ons af. Dus dat gaat nog wel wat worden misschien. Maar dat is alleen maar leuker als het spannend wordt. En ik weet niet, ze kunnen van elke kant komen volgens mij. Maar vooral... toch hier, of niet? Oh, Api, die gaat vol in de actie daar. Oké, hoe gaat het daar binnen eigenlijk, Jarne? Goed, goed. Very good. Ja? Ja, ik weet niet waar je bent. Niet, dus ik ben hier je bent daar zo? Ja, het is een beetje rustig binnen, of niet? Alles is hier buiten een beetje gaande. We hoeven dit 6 minuten te doen en dan hebben we dit gewonnen of zo? Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Hey, nieuwe zombies. Let's go. Nog 5 minuten en 45 seconden. Maar het is zo rustig. Waarom is het zo makkelijk allemaal? Ik ben benieuwd of heel het hele Halloween event ook zo makkelijk gaat zijn. Whack the Troll. Wat is dat dan onder in beeld? Whack the Troll. Geen idee. Ik ga eens even dichterbij. Ik ga eens even een risicootje nemen. Altijd leuk, toch? Hey, een poppetje. Dood. Hey, hier is er nog eentje. Yo. Oké, het is echt rustig, zeg. Ik dacht, dit wordt best pittig. Oh nee, we gaan dood. De wereld vergaat. Maar nee, het is veel te makkelijk. Blue glow, dankjewel. Jongens, hier ben ik. Ren op me af. Waar zijn jullie? Oh, hier zijn er 2. Dit zijn kleintjes, die heb ik nog nooit gezien. Die zijn super snel. Wow, wat is dit? Hier is weer zo'n spook. Wat is dit voor monster? Dood. Komen er nou nog meer van die monsters de laatste 2 minuten? Nee, het is nu nog rustig. Nee, je moet ophouden met gooien, meneer. Dood, dood, dood. Oké, dit is allemaal niet zo moeilijk, jongens. We kunnen dit allemaal wel aan. Easy peasy lemon squeezy. En... boom, 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 boom. Hoppakee. Nog 1,5 minuut. Een spooky! Oh. Wat doet hij voor aanval? Oké, hij had er geen kans voor. He didn't have any chance to come with me. Oké, 38 seconden. Dat zijn de laatste seconden. En dan denk ik dat we weer lekker dit hebben. Krijgen we hier ook 4 bucks voor? Ik gok voor niet. Nee, die zag ik net niet staan. Helaas. Ik zal heel graag 4 bucks willen hebben weer. Ik wil lekker een mooie skins kopen in Battle Royale. Auw. Kappen nou. Je doet me pijn. We hebben wel onze bonus dat er geen enkele sensor geraakt is. Ja, echt waar. Bonus, no sensors lost. Het is gewoon zo makkelijk. Kunnen we dit niet moeilijker zetten of zo? Ik weet
2 dat het later tot niveau 76 gegaan en wij zijn nu op niveau 5 aan. Hey, we hebben het! Victory! Kijk dan met dit kasteel. Of is dit niet waar wij nu zijn? Denk het wel, toch? Ik weet het niet. Ziet er wel heel sick uit in ieder geval. Heel veel puntjes binnengehaald in de pocket. En dit was de eerste Halloween quest. Dat was wel tof. Vooral het exploren, onderzoeken was heel erg tof. Toen we dat spookje tegenkwamen, vond ik het helemaal leuk. Generatie schrok er een beetje van, volgens mij. Toch? Die sprong omhoog. Ja. Oké, heel veel loot hoop ik dat ik weer lekker ga krijgen. In ieder geval zie ik allemaal levels omhoog gaan. Loot upgrade. Geen idee wat dit allemaal inhoudt. Het zal vast geweldig goed zijn. Mission rewards, level 5 loot. Is dat iets speciaals? Nou, niet echt wel XP en zo allemaal. En ik heb hier allemaal nog dingetjes. Snoepjes hebben gekregen, dankjewel. Oh, met die snoepjes kan ik trouwens een lama halen, heb ik gezien bij de loot. En ik heb een nieuw zwaard. Kijk, als ik nou bij loot kijk, dan zie ik hier nu deze speciale Halloween lama. En er kunnen deze toffe dingen allemaal in zitten die je daar zo boven in beeld ziet. En dat is echt heel erg sick. Ik heb nu al 300 van de 500 candy, dus het is best wel makkelijk om zo'n soort lama te halen. We kunnen nog veel meer missies doen. Maar jongens, dit was de video voor vandaag. Als jullie meer Halloween willen zien in één video, laat het zeker weten in de reacties. En laat een dikke vette like achter. Show de support op deze serie, jongens. Abonneer dus voor meer. En tot de volgende keer maar weer.